guys, Job hier, a.k.a. de Tuber. Het is weer tijd voor Meep City, man. Oh my god, look at this dog, man. It's amazing. Het is eigenlijk gewoon mijn hoofd, maar dan zwevend naast me met de naam Meep. Hij is echt zo happy. Kijk hoe hij om me heen janst. Jongens en meisjes, speciaal moment. Ik ga er gewoon even een snorretje voor opzetten. Hopsakeetje, wat ga ik namelijk... wat ga ik namelijk doen? Ik ga een starter pack kopen. Dat kun je doen met 300 Robux. En wat ik daar dan vervolgens voor krijg, zijn 5000 coins. Met daarbij een hele hoop nieuwe meubels. Waar gewoon een setup in behoort. Oh my god, als ik deze koop, krijg ik een ballenbak. Een jacuzzi en mijn eigen setup. Oké, wacht even. De reden dat ik zo amazingly enthousiast ben is omdat ik hou van een ballenbak. Like, het is echt een soort van guilty pleasure van mij. Ik vind het altijd zo leuk om te jumpen in een ballenbak. Gewoon, ook al zijn er allemaal 5-jarige kinderen, je boy de tuber springt in een ballenbak, oké? En jacuzzi. Wie houdt er nou niet van een jacuzzi? Gaat het trouwens niet in met Jay, want als je dan de bubbels uitzet, zijn er alsnog bubbels. Ja, dat is best wel apart. En een setup. It's amazing. Wat nog meer? Je krijgt ook nog gewoon... Ah, dit is echt niet normaal. Je krijgt een enorm pakket. Dus eigenlijk koopt iedereen dit wel. Want je krijgt er zoveel epische dingen door. Ik ga het gewoon doen, jongens en meisjes. Kablam! We freaking did it. En dat betekent dat ik momenteel 11.000 munten heb. Dus ik zou op zich wat heel speciaals kunnen doen. Ik zou namelijk... de jetpack kunnen kopen. Als ik daar behoefte aan heb. Maar eerst even iets anders. Like als jullie willen dat ik de jetpack koop. Ik ga het gewoon aan jullie vragen. Maar eerst even iets anders. Wij gaan dus momenteel naar ons huis toe. Of nee, wacht. We staan al bij ons huis. En daarom kunnen we hem aanpassen. Ah, zo kun je dus je huis een andere kleur geven. Oké, een geel huis. Nee, ik ga voor roze. Ik ga 100% voor roze. Ik ga mijn huis volledig roze maken, jongens en meisjes. Als een baas. Oké, we gaan even naar binnen en we gaan eens even kijken hoe wij de nieuwe spullen die we zojuist hebben gekocht het beste in ons huis kunnen plaatsen. Dus we gaan naar Build en wij beginnen met onze PC. Ik ga eens even kijken waar ik die wil hebben. Ik ga sowieso eerst even wat dingen wegdoen. Laat ik daar even mee beginnen. Want letterlijk gewoon een bad in mijn slaapkamer is toch wel een beetje apart. Dus we gaan dat heel even wegdoen. Hetzelfde geldt voor een toilet in mijn slaapkamer. Is wel handig, want ik moet namelijk 's nachts redelijk vaak naar het toilet. Dus het zou eigenlijk best wel goed uitkomen als ik dan een toilet naast me heb staan op de slaapkamer. Alleen als Jeon dan naar het toilet moet en dat moet op mijn slaapkamer, dan stik ik waarschijnlijk in de geur. Dus of het zo'n positief iets is, dat betwijfel ik eerlijk gezegd een beetje. Oké, we zetten die spiegel zetten we mooi hier neer. En wat wij nu gaan doen is... Oh, we hebben een extra Meep bed erbij gekregen, niet waar? Dat is amazing. We hebben nu gewoon 2 keer een Meep bed. Dat is op zich best wel tof, jongens en meisjes. Oké, dan. Alleen zeg maar, het bewegen tijdens het neerzetten van meubels is echt een drama. Want als je namelijk WASD gebruikt om te lopen, beweegt heel het beeld mee. Dus dat is wel een beetje een drama. In ieder geval, we gaan eens even kijken. Wij hebben dus een hot tub. Ik vind het echt amazing. Maar eerst even onze setup. Waar zullen wij die neerzetten? Ik ga die hier zo neerzetten. Hier, ik ga hem gewoon... Dit vind ik wel een mooie plek. Hopsakeetje. Met dus een gamingstoel. Oh my god. Wij hebben gewoon letterlijk een gaming setup op dit moment. Ik ga zo meteen eens even kijken of ik dan ook daadwerkelijk kan gamen. Want dat zou echt amazing zijn. Een lavalamp. Nou, die zetten wij even mooi op ons nachtkastje neer. En dan hebben wij... Hebben wij nog iets anders? Een ballenbak. Ja, die gaat sowieso ook hier komen hoor. Oh my god. Op mijn eigen slaapkamer een ballenbak. Is dit de hemel? I don't know, maar het is amazing. Ik vind het zo ongelooflijk tof, jongens en meisjes. Oké, wij gaan nu eens even kijken wat wij hier kunnen neerzetten. Zullen we anders de keuken hier ook maken? Want ik heb namelijk de koelkast hier toch al staan. Dus laat ik dat gewoon doen. Laat ik hier ook gewoon een soort van kleine keuken van maken. Vind ik op zich een redelijk handig idee. Even kijken, zet ik deze hier neer. En deze moet dan even iets naar voren. Hopsakeetje. En dan zetten we deze hier neer. Dat kan perfect. Zo. Past die daartussen? Nou ja, moet op zich kunnen. Ja, bam. Kijk eens aan, jongens en meisjes. En de koelkast moet dan even iets naar voren. Wij hebben zojuist een kleine keuken gemaakt. Ik vind het leuk. De vraag is alleen, waar gaan wij onze hot tub neerzetten?
Gaan we hem gewoon in de woonkamer neerzetten? Gewoon YOLO mode? We kunnen het doen, hè? Ja, dat is wel heel erg raar. Hebben we nog een andere soort kamer over ergens? Is er nog... We hebben geloof ik nog een kamer over, right? Ja, hier zo! Ja, we gaan hier gaan we de badkamer maken. For sure. 100%. Kijk, toiletje zetten we mooi zo hier neer. Hopsakeetje. Ja, ja, jongens en meisjes. Snoepkamer, woonkamer, slaapkamer, badkamer met jacuzzi. Ik voel hem hoor, ik voel hem absoluut. Dan hebben we nog een hele grote bank over. De vraag is alleen, waar willen we die hebben? We kunnen de woonkamer denk ik wel zodanig aanpassen dat die ergens past. Daarvoor moeten we gewoon even wat dingen verplaatsen. Als we nou deze... dan moeten we deze gewoon even wegdoen. Dan zetten we gewoon even deze weg. En die stoel zetten we dan ook gewoon even weg. En de lamp zetten we dan even weg. En dan zetten we het eten van Miep en het drinken van Miep zetten we wel gewoon even bij de bank neer. Dat is sowieso wel even een iets tactischere plek. Hopsakeetje. En dan zetten we deze enorme bank. Die zetten wij hier zo neer. Ja, prachtig. En de tafel die past er dan alsnog gewoon bij. Kijk. Hopsakeetje. Nice. Kunnen wij de stoel even zo neerzetten? En dan hier zo? Gaat dat lukken? Wacht. Gaat dat... Lukken, stoel. Nee, stoel kan niet. Ja, dan zetten we hem gewoon lekker hier zo neer. Hoppakeetje, lampje erop, doen we gewoon even. En hoe kun je dat met die tekst doen? Ah, dat is een deurmat. Oh my god, hey, dat is wel leuk. Dat is wel echt super grappig, we gaan dat doen. We zetten die sowieso even hier zo neer, let's go. Kunnen we hem hier zo neerzetten? Of kunnen we hem, nee wacht, ah wacht, we kunnen hem ook ophangen. Nee joh. Hey, dat is amazing, oké wacht, ik ga dat even doen. Ik ga hier een naam voor kiezen. Hier zo, even kijken hoor. Bam. Hoe gaan we hem noemen? Jobs Speelpaleis. Kunnen we echt een naam neerzetten? Is dat like... Misschien is dat mogelijk wanneer we dan nu... Ja! Oké, daar gaan we. Jobs Playground. Oh my god. Dit is zo epic. Ik heb gewoon mijn eigen freaking setup. En het grappige is eigenlijk... Dat de setup die ik hier nu heb in Meep City... Een stuk professioneler is dan de setup die ik gebruik om deze video in real life mee op te nemen. Want ik heb op dit moment namelijk maar één beeldscherm. En echt gewoon een hele normale bureaustoel. Terwijl hier zo... Heb ik een of andere rare rode gamingstoel met twee freaking beeldschermen. Dat is echt gewoon bizar. Jammer genoeg kunnen we niet gamen, vind ik wel iets minder. Maar we hebben hem er wel staan, dus dat is echt amazing. En we hebben een ballenbak! Yay! Oh my god, ik ben hier zo blij mee. Dit is echt gewoon mijn allerbeste Roblox aankoop ooit gewoon, legit. En we hebben zoals jullie kunnen zien een lavalamp. Ziet er hartstikke mooi uit. Wij hebben een enorme bank erbij gekregen. Oh my god. We kunnen nu lekker veel gasten uitnodigen. En last but not least. Een hot tub. Yes, yes, yes jongens en meisjes. Wij hebben onze eigen jacuzzi. In real life zou ik ook zo graag een jacuzzi willen hebben. Dat lijkt me gewoon zo incredibly chill. Dat is echt bizar. En ik heb hem. Ik heb in Roblox mijn eigen freaking jacuzzi. Wat kan ik er nog over zeggen jongens? Ik vind het echt amazing. Like de video als ik in real life een jacuzzi moet kopen. Ik ben er nu in één keer over aan het nadenken. Waarschijnlijk heb ik daar niet genoeg geld voor. Maar ik ga gewoon eens even kijken of dat mogelijk is. Ooit eens een keer. En uiteraard ook wel handig. Een toilet. Het is voor mij niet heel normaal dat als ik op het toilet ga zitten... Om een grote boodschap te doen. Dat er dan iemand mij op schoot komt zitten. Maar hier in Roblox is niets te gek. Ja, inderdaad. Alles is mogelijk. Nou, jongens en meisjes. Ik vond dit echt weer een prachtaflevering. We hebben er echt iets moois van gemaakt. We hebben ons huis een hele mooie finish en touch gegeven. Alle kamers zijn momenteel ingericht. Dus ik denk dat het moment is aangebroken dat wij eens moeten gaan kijken of wij ons huis misschien wat kunnen gaan uitbreiden. Like als jullie dat een goed idee vinden. En like de video als jullie willen dat ik een keer de jetpack ga kopen hier in Meep City. Nu moet ik wel zeggen dat het wel echt een waste of money is. Want hij kost namelijk 10.000 munten. Dan ben ik bijna al mijn munten in één keer kwijt. En ik heb natuurlijk al een nieuw soort speelgoed erbij gekregen in deze video. Namelijk dit. Oh, het zijn eigenlijk ook gewoon rollerskates. Dan had ik die de vorige aflevering dus eigenlijk niet hoeven te kopen. Maar deze keer zijn het andere kleur rollerskates. Ja. Wat ik mij dus eigenlijk afvraag is, kan ik mijn huis ook daadwerkelijk vergroten? Ah, ik snap het al. Als ik dat wil doen, dan moet ik waarschijnlijk naar de playground gaan. Daar moet ik dan gaan naar de furniture shop.
Of ik weet niet of ik naar de furniture shop moet gaan. Ik moet in ieder geval even naar een winkel gaan. De plaza. Ah, hier moet ik zijn. Home improvement. Ik vind het ook zo grappig dat ik gewoon een hond ben op rollerskates. Het is zo revolutionair. Oh my god. Als het goed is, kan ik bij deze pinguïn kan ik een blueprint kopen. Oh shit, je kunt voor 999 Robux kun je een 2-story townhouse estate kopen. Dat is een enorme villa. En ik heb nog 11.000 munten over. Dus dat betekent dat als ik deze koop, ik hem eigenlijk direct kan gaan beginnen in te richten met de munten die ik nog over heb. Dus like de video als jullie willen dat ik dat koop. Ik bedoel, fuck die jetpack. Ik heb gewoon veel liever zo'n enorm groot huis. Like de video als jullie dat een goed idee vinden. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Ik ben heel erg tevreden met hoe mijn huis er nu uitziet. En tot de volgende keer. Adios.